Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ga op stapkeer naar Fuerteventura. Ik heb hier allemaal tassen klaarstaan, want na Fuerteventura ga ik eigenlijk met mijn vader met het vliegtuig terug naar huis. Want het tweede weekje kon mijn vader ook stappen op stapkeer. En die nacht komen we zeg maar thuis en de ochtend na gaan we alweer naar Zwitserland. Dus dit zijn allemaal 3 tassen met wat leukere kleren en zo die ik dan in de auto ga zetten met mijn vader. En ik wacht nu op Ruud en mijn moeder komt er ook aan gereden, zie ik. Die komt nog even afscheid nemen. Ruben is de koffer aan het tillen. En dan gaan we naar het station, want dan kan Ruben mij nog even uitzwaaien en dan gaan we mee en zo. Oké, we zijn op het station. Het is 11:55. We hebben net die trein gemist, maar dat maakt niet uit. Het is wel. We gaan om 11:59 de trein nemen. En ik vlieg pas om 3:00, maar nu vanwege die aanslagen en zo is het allemaal heel erg beveiligd. Moet je ook eerder komen, volgens mij. En super grappig, want dit doet me denken aan mijn vorig jaar vlog. Toen waren we ook zo aan het filmen dat we de trein gingen. Want toen gingen we samen op vakantie. En nu niet, helaas. Wil je nog iets zeggen? Want je komt nu 2,5 week niet in mijn vlogs. Hier witte bouwen? We hebben elkaar dus nog nooit zo lang niet gezien. Het langste was New York. Toen hadden we nog geen jaar. Nee, het is al 8 maanden of zo. Dat vond ik wel best wel moeilijk. Een week. Ja, een week. En toen pas ik bij mijn hele familie natuurlijk. Ik ging naar Duitsland. Oh ja, toen ging ik ook wel doen. Nu niet. Ja, jij gaat 2,5 week zit je nu nog gewoon. Nee, 1,5 week zit je nog gewoon thuis. Maar we zijn nu gewoon bijna 3 weken zonder elkaar. Dus we hebben het er wel moeilijk mee. Ja, voor sommige mensen is dat niks, maar voor ons wel. Ik hoop maar dat mijn wifi goed is daar. Het is echt super druk. Oké, het was een beetje gedoe. Ik moest er 2 kilo uithalen. En dat heeft Ruben nu hier in zijn handen. Ja, maar nu heb ik het precies goed. En op terugweg heb ik heel veel dingen die ik er gewoon zie op zijn. Dus dan komt het wel goed, denk ik. En wij gaan nu afscheid nemen. En dat vind ik heel moeilijk. Dus we gaan nu de camera uit doen. Nou. Doei. Helemaal vooraan, super chill, stoel 1. Nummer C bij het gangpad. Dat lekker kan ik lekker met mijn spulletjes en mijn benen een beetje strekken. En daarom ging ik al, ik ga sowieso ook altijd lekker als laatste pas. Ik ga niet in die rij staan. Dus ik loop nu eens een beetje verder in. Even lekker geplast, handen gewassen. Ruben ge-sms dat ik ben geland. En vet schattig, hij had het al gevolgd via een app. Heb ik mijn ouders niet eens ge-sms, echt erg. Nee. Super mooie wc trouwens. Ik ga nu naar de band lopen en mijn koffer zoeken. En dan ben ik heel benieuwd hoe het allemaal is. En heel benieuwd naar het appartement wat ik jullie natuurlijk ga laten zien. Ik heb net mijn sleutel gekregen en dat is even een stukje lopen en ik heb het nu gevonden. En ik heb het zelf al gezien, maar hier kom je binnen. Ik ga het even laten zien. Het is echt een huisje. Hier is dus het bad, wel klein, maar is wel te doen. Ze zeiden dat het heel klein is, nou hier kan je prima in zitten. Kijk eens. Slaapkamer. Bloed en bloed heet hier. Dus ik ga echt alles opengooien. Oh, ze hebben wel gelukkig van die dingen. Oh, dat is wel heel chill, want dit houdt veel zon tegen. En dan kan ik het alsnog even openzetten. Ze hebben het helemaal dicht gelaten. Eigenlijk zouden ze het gewoon open moeten doen. Kijk eens. Kaptafel, 2 bedden. En papa komt natuurlijk ook. Chill. Ik ga het vanavond allemaal lekker indelen.
superleuk. Gewoon een woonkamer, joh. Nou, dat is toch helemaal fantastisch. Een keuken waar ik niks mee kan, want ik mag niet eten. En dit. Nou. Als ik dit zie, vind ik het wel jammer dat ik niet mag eten. Want dit is echt ideaal om lekker ontbijten, avondeten. Maar hoe mooi. En ik heb best wel een chill uitzicht. Echt relaxed. Wat cute. Dit is gewoon groter dan mijn eigen huis. Nu gaan we naar de slaapruimte en dan krijgen we even een introductie en zo. En ik ben benieuwd, want het is elke keer natuurlijk weer... voordeur is natuurlijk altijd weer anders. Oké. Okay. Mijn voordeur gaat niet dicht. Nee. Goed, het is natuurlijk elke keer anders, dus ik ben heel benieuwd hoe het dit weer is. En daarna ga ik denk ik even zwemmen, want je mag volgens mij gewoon nog tot laat zwemmen, dus ja. Zo, ik ga naar de slaapruimte. Oh, ik weet niet waar dat is. We krijgen 3 sapjes per dag. Morgenochtend gaat Ilona jullie eerst meenemen voor de ochtendwandeling. En daarna krijgen jullie citroensap. Dat is voor de vetverbranding en de darm en de maag schoon te maken. En dan na een half uurtje, 20 minuten, krijgen jullie dit heerlijke ochtendsap. En dus iedere ochtend appel, sinaasappel en een derde vrucht. Als je goed hebt afgebouwd en minder koffie hebt gedronken en minder rood vlees, dan kan het redelijk goed gaan, maar je kunt hoofdpijn krijgen. Je denkt, ik word ziek, misselijk. Maar dat duurt hooguit 2 uur en dan ben je er wel weer overheen. Maar wat het nare geval is, wat erbij kan komen, is dat je heel grimmig kan worden. Heel erg. Van waar doe ik het voor? En dan denk ik altijd... Probeer niet een ander aan te steken en denk er maar een beetje positief over waarvoor je het doet en waar je mee bezig bent. Want ik denk dat er weer een heleboel mensen hier zijn om af te vallen, maar het is een bijproduct. Geregeld. Het is bloedheet, maar ja, daar moet ik maar een beetje aan wennen. Ik ga nu nog even zwemmen. Ik weet niet of het nou 9:30 is of 10:30, maar ik ga zwemmen, eventjes mijn koffer uitladen en dan slapen. Het is even gek vandaag. Ik zit natuurlijk nu nog niet echt in een goede vibe of zo, maar dat komt morgen wel. Ik zie jullie morgen gewoon weer. Goedemorgen, het is 7:30. Ik zie er echt niet uit. Ik heb echt veel beter geslapen dan ik had verwacht, dat wel, maar ik ging veel te laat naar bed, want... Ik voelde me gisteren gewoon nog niet helemaal prettig. Een beetje, ja, nog even zo inkomen, een beetje alleen. En dan is niet alles helemaal perfect. En dan... Dus ik ben mijn koffer helemaal gaan uitpakken en dat was best wel veel werk. En uiteindelijk heb ik nu denk ik 6 uur geslapen. Dat is best wel kort, want ik was heel erg moe. Nou, je ziet het. Normaal zou ik mezelf echt niet zo vertonen, maar hier moet ik het maar gewoon doen. We gaan nu lopen. Ik heb mijn loopoutfit aan. Links. Je buigt je linkerknie, allebei de handen op je linker. Schouderbreedte. Dan zet je plaatje, je voeten naar achter, je komt op je teen. Open je borst. Adem uit en doe jezelf omhoog. Je benen bij benen bij de borst trekken. Knieën lichtjes gebruiken. Oh, okay. De borst, onze borst gaat naar de Sometimes life gets hard, and sometimes we break down. Het is echt een heerlijke ochtendwandeling. We just want to let go and walk away from it all. We zijn denk ik 1.5 uur of zo aan het lopen. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar het is echt heerlijk. Ik loop nu een klein beetje vooruit. Want
Het is niet dat ik echt een goede conditie heb of zo, maar ik heb altijd, als ik langzamer ga lopen, dan word ik echt moe en dan ga ik mijn spierpijn voelen, want we hebben net squats gedaan en zo. En dat ga ik dan heel erg voelen. Dus vind ik het lekker om een beetje vooruit te lopen. En ik heb zin in mijn sapje. De zon komt nu op, jullie zien het wel denk ik op mijn gezicht. Perfecte tijd, we gingen dus 7:30 lopen, dus zo vroeg is het nou ook weer niet. En dan krijg je nu een beetje die zon, maar het is nog niet te heet. Dus dat is echt heel erg lekker. Ik voel me echt super lekker nu. Dit zou ik in Nederland namelijk echt nooit zelf gaan doen. Hallo. Hallo, geen het anders. Heerlijk. Je ziet er wel een bloos en stralend gelukkig. Ja, ik voel me heel lekker. De hoeveelheid vitamine en mineralen in de citroen zijn gelijk aan een grote sinaasappel. Het zorgt voor maximale opname van de vitamines en de mineralen. En dan reinig je ook nog de darmwand, de lever en verkleint de maag. Het is positief voor gewichtsverlies, stofwisseling en een regelmatige stoelgang. Hij houdt het cholesterol en suikergehalte in het bloed laag. Hij werkt bloeddruk verlagend, vochtafdrijvend en hij versterkt de bloedvaten. Nou, daar begin je de dag mee. We hebben een sapje met sinaasappel en appel en dat heb je elke dag. En vandaag hebben we nog galiummeloen. En het is echt super lekker. Zo, ik ben weer in mijn appartement. Het was een heel gedoe, want er zijn eigenlijk 2 mensen die niet gefilmd willen worden. En dat is ook helemaal geen probleem, want ik kan prima mensen eruit knippen of niet filmen of inzoomen of wat dan ook. Maar die werden een beetje fel, dus het is best wel een heel erg gedoe. Dus ja, daar word ik wel verdrietig van, want dan is het zo van, ik wil gewoon niet dat je filmt. En ik wist van, ja, sorry, ik ga toch filmen. En ik zet je, tuurlijk zet ik je niet in beeld. Ik bedoel, als ik een dag met mijn beste vriendin op stap ben, verschijnt ze ook niet in beeld omdat ze dat niet wil. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar we moeten even kijken voor een oplossing. Kijk, tijdens het lopen kan ik prima mezelf filmen, maar het aquajoggen wil ik jullie heel graag laten zien. En dat, ja, dat kan gewoon niet. Dus dan moeten we misschien dat mensen even eruit gaan die niet willen. Maar ja, dat is weer zo'n gedoe. En anders misschien de groep van volgende week. Misschien vinden die het niet erg. Maar ja, de hele groep vindt het eigenlijk niet erg op 2 mensen na. Dus het is een beetje, dat is een beetje lastig, want ik wil het jullie wel graag laten zien. Maar ja, ik zal gewoon vooral de focus leggen op de update. Hoe ik me voel en dat soort dingen. En ja, dan zien jullie nu nog even niet het zwemmen, want het ligt nu een beetje gevoelig. Ja, ik ga nog even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik ga me nu omkleden in mijn badpak, want we gaan nu aquajoggen. En dat is echt mijn favoriete gedeelte van de dag. Ik voel me trouwens heel erg lekker. Ik heb mijn aquabelt om. Hey. Zo, ik heb wel een partij spierpijn, want we gingen van die squats doen. En oh, ik voel echt super erg mijn bovenbenen. Ik ben benieuwd hoe dat morgen voelt. Oh, ik heb trouwens geen schoenen aangedaan. Jeetje. Wat is je hoofdmotief nu? Waarom ik hier ben? Ja, waarom ben je hier? Wil je jezelf zien? Hallo! om af te vallen. Even kijken, ik ga je op de weegschaal zetten. En dan ga ik eerst jouw gegevens invoeren. Je bent 1,74 meter. Ja. 23 jaar. Nee, dat was mijn intake. Ik laat niet alles zien, want ik wil gewoon niet zeggen hoeveel ik weeg. Ik voel me daar gewoon echt niet fijn bij. Ik ben gewoon echt te zwaar. Dat mijn BMI is ook gewoon te hoog, mijn vetpercentage is te hoog. Mijn bloeddruk is gewoon goed, maar dat is echt altijd zo. Dus altijd hetzelfde verhaal. Ik ga jullie wel gewoon vertellen hoeveel ik afval en mijn vetpercentage, maar niet wat ik exact weeg. Want ja, daar voel ik me gewoon niet fijn bij. Ik heb een beetje een dipje. Niet dat het echt kan, maar ik heb een beetje, ja, misschien too much information. Maar als je hier gaat tappen, dan heb je het gewoon over je stoelgang, zeg maar, of je naar de wc kan. Op een gegeven moment ga je niet meer naar de wc, want je darmen liggen stil. In de tussenfase krijg je zeg maar een beetje slakjes. Ja, sorry als je het vies vindt, maar als je naar kijkt, wil je het waarschijnlijk wel weten. En daarvoor hoor je gewoon nog een keer naar, gewoon normaal naar de wc te kunnen. Want ik heb gewoon nog gegeten, ik heb gewoon nog pasta gegeten en zo. Want dat is er nog niet uitgekomen, zeg maar. Dus ik heb nu een beetje een opgezette buik. En ik ga dus nu de stoelgang thee drinken, maar ik ga nu eerst mijn sap drinken. En dat is dus dit. Dat is gewoon precies hetzelfde als alle jaren. Dit heet de Turbo. Het is een thermosfles. En het chill is dat we dus een koelkastje hier hebben. Dus ik heb hem eventjes in de koelkast gelegd, dus hij is extra koud. Dus dat is wel heel erg relaxed. Ook lekker dat je je water koud kan houden. En dit is komkommer, tomaat, basilicum. En dit is een sapje die ik op een gegeven moment heel vaak gewoon ging skippen. Omdat ik het echt niet lekker vond. Terwijl ik gek ben op basilicum, tomaten en komkommer. Maar het sap niet. Maar in elk land is het ook weer anders de smaak. Dus ik ga hem nu proberen. Ik ga hem even inschenken.
als ik dit zie, word ik altijd meteen al van... Ik ben heel benieuwd naar de geur. Want zodra ik die geur ruik, dan zegt iets in mij al van... Wow. De laatste keer dat ik ben geweest was trouwens 2012. Dus echt 4 jaar. Mijn lichaam zegt niet... Oké, please. Please, Charlotte, vind dit niet vies. Prima te doen. Dit is gewoon echt niet vies. Ik weet wel, zeg maar, gedurende de dagen, je drinkt elke dag in de middag dit, wordt het een beetje vervelend. Voor mij dan. Maar ik hou er ook niet van om zoiets gewoon elke dag hetzelfde smaakje te hebben. Maar ik denk dat ik het avond zelf lastiger ga vinden. Hij is ook super donker. Er zit best wel veel basilicum door. Een hele rijpe tomaten, denk ik. Iets in mijn mond is gewoon, laat ik het zo rondrijden in mijn mond. En dan heb je dat waterig van die komkommer. En dan... Maar het is prima te doen. Ik hoop dat ik dit gewoon ook... prima te doen blijf vinden, zeg maar. Want ik kan echt niet gaan staken. Dat is gewoon zo slecht voor je lichaam. Dit is oké. En lekker koud. Nou, ik heb me helemaal klaargemaakt om naar yoga te gaan. Maar toen dacht ik ineens, oh ja. Mijn computer staat nog op de Nederlandse tijd. Dus het is pas 4:30. En nu ben ik al helemaal aangekleed. Ik laat het denk ik wel aan. You don't gotta go to work. Let my body do the work. We can work tomorrow. Zo, ik ben weer thuis. Thuis. Het voelt echt als thuis, ik meen het. Jongens, ik ben echt happy. Ik voel me echt goed. Bizar, hè? Na 1 dag al. Terwijl als je dit in Nederland zou doen, of doet, heb ik wel eens gedaan, voel je na 1 dag echt niet zo goed, hoor. Het waait zo lekker. Kijk, echt heerlijk. Kijk mijn gordijnen tekeer gaan. Ik zit hier dus op mijn bankje. Avondzon. Echt aan het genieten. Ik heb geen idee hoe laat het is. Het maakt ook helemaal niks uit. Als ik moe ben, ga ik lekker slapen. Ik heb nu internet. Ik zit nu lekker op mijn bankje. Ik heb dit lab meegenomen. Die ga ik ook alweer terugleggen. Maar Le Homo. Die wilde ik echt al super lang zien. Zo, het is bijna 9:00. Ik ben lekker aan het editen. En straks ga ik even lekker in bed Netflix kijken, denk ik. Ik heb gewoon al nu alles zitten editen. Tenminste, de eerste edit, zeg maar. En ik vind het super leuk. Ik heb vandaag dus toch nog gewoon gefilmd. Bij die soort workout dinges. Elke dag is dat anders trouwens. Maar ik had mijn camera mee en toen stond ik daar. En ik stond echt helemaal in mijn eentje aan de zijkant. Toen dacht ik, ja, ik ga nu gewoon filmen. Dus ik heb wat beelden voor jullie. Ik vind het zelf erg leuk. Ik denk dat jullie dat ook wel leuk vinden. Want ja, dat wil je waarschijnlijk weten als je dit kijkt. Ik denk dat ik deze vlog gewoon nu ga afsluiten. Want ik heb echt al 25 minuten. Ik moet nog eventjes wat weghalen. Dus de heenreis en dag 1. En de volgende dagen zullen misschien wat meer dagen in 1 vlog zijn. Ik weet het nog niet. Laat zeker even weten wat jullie van deze video's vinden. Wat jullie nog missen of te veel vinden of... Ja, dit is natuurlijk heel anders voor mij dan... Ik irriteer me heel erg om dit, maar... Dit is natuurlijk voor mij heel anders soort vlog dan normaal. En het is moeilijk, ik moet rekening houden met heel veel mensen en dingen. Dus het is wel lastiger. Dus ik weet nog niet hoeveel ik ga vloggen, maar ik ga jullie sowieso op de hoogte houden. Ik heb trouwens vandaag een beetje een dipje gehad in de middag, had ik nog niet gezegd. Ik was super moe, dus ik heb buiten een beetje op het bankje gelegen. Maar zodra ik ging sporten voelde ik me echt weer top. Nu voel ik me ook top. Wel moe, dus ik ga op tijd naar bed. Lekker met Netflix. En dan gaan we morgen weer opnieuw wandelen en... Ik denk dat ik maar weer ga filmen. Ik ga misschien even de eerste dagen wat filmen, omdat het een beetje verschilt. En de tweede week zal niet zo boeiend zijn, dus dan ga ik gewoon elke dag een beetje vertellen hoe ik me voel, denk ik. Ik heb zieke spierpijn. Ik ga stoppen. Auw. Oh, ik heb echt overal spierpijn. Ik haat het trouwens zo erg als ik die beelden terugkijk, hoe ik eruit zie zonder make-up. Maar ik wil niet gewoon weten, fliek. Weet je, dit is gewoon puur natuur. Ik wil gewoon open en eerlijk zijn. Ook lelijk mezelf laten zien in mijn joggingkleding. Ik ga gewoon meer dat aan jullie laten zien. In plaats van alleen maar een goede angle en zo. Dus ik hoop dat jullie dat ook gewoon kunnen waarderen. Ik denk het wel. Bedankt voor het kijken. Doe zeker de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je nog geen abonnee bent. Laat zeker ook een comment achter. Want dat vind ik wel heel fijn. Vooral bij zulke soort, dit soort video's. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Ik weet niet wanneer die online komt. Maar hou mijn kanaal even in de gaten. Bedankt voor het kijken. Doei!